Zo, een verharde goedemiddag, jongens en meisjes, dames en heren. Welkom, het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Orubal Mantori. Het is zondagmiddag en zoals we vorige week aangekondigd hadden, zouden wij vandaag een deel 2 doen met Mr. Robbie Leung Lohing. Maar we hebben vorige week uitgebreid met de heer Leung gesproken over zijn carrière, actieve carrière, wat voetballen betreft. Echter, de Tori belijst zodanig dat het heeft gemaakt dat we hebben gezegd dat we vandaag dus doorgaan, want meneer Robbie heeft ons een heleboel meer te vertellen. Mr. Robbie, goedemiddag, welkom. Ja, goedemiddag, directeur. Goedemiddag, luisteraars en aan alle ex-international, goedemiddag, die meeluisteren. Die hebben het gehoord en die luisteren sowieso mee. We hebben vorige week wat Tori's overgeslagen, begreep ik. Ja, wat betreft Tori Transvaal naar Palulu. Palulu klopt helemaal. What's up with that? Ja, Palulu, men moet niet vergeten dat Palulu eens semi-kamp in de score van Suriname. Semi-kamp. En het was de tijd van Revo. Mm-hmm. Robin Hood was kampioen, Palulu semi-kampioen. En we moesten naar, Aruba of Curaçao gaan. En de landen wouden ons niet ontvangen. Vanwege revolutie. U zat toen bij Palulu? Ja, ik zat toen bij Palulu. En ik speelde samen met Ramon Kotzorg. Je had Marengo. Mm-hmm. Je had Stanley Simpson. Dus dat soort jongen had je allemaal bij elkaar daar. Hele goede voetballers. Stanley Simpson die is later gaan voetballen voor Transvaal. Mm-hmm. En toen mochten we niet naar het buitenland gaan, want we moesten CONCACAF gaan spelen. En het is niet doorgegaan. Vanwege de revolutie in Suriname. Men was gewoon bang om clubs uit Suriname te laten komen voor die CONCACAF. Ja. Dat was één van Palulu. Maar hoe lang heeft u bij Palulu gespeeld? Hoofdklasse. Ja, hoe lang heeft u bij Palulu gespeeld? Palulu? Ja. Vier jaren. Ja, ja. En dat was dus het hoogste punt van u bij Palulu. Het is semi-kampioen geworden met ze. Ja. Semi-kampioen geworden. Palulu kampioen, Palulu semi-kampioen. Dat was dat Palulu tegen Alanentra team. Ja, ja, we waren semi-kampioen en Robin was kampioen. En het is niet doorgegaan vanwege de revolutie. Die andere landen wilden ons niet ontvangen. Mm-hmm. Ja, goede woorden van Suriname, no. Terwijl we al klaar waren, we hadden paspoort ingeleverd. Mm-hmm. En plotseling hoorden we van Weilen, jullie van Holt, dat het niet doorging. Teleurstelling? Ja, het was een hele teleurstelling. Maar ik ging naar mijn voorzitter toe en ik zei hem van, Fori, we gaan niet meer weg, wat doe je voor ons? Ja. Hij zei, oh je mondig jongen, je moet achteraf bij me komen wat me halen. Ja. Dat is oh je mondig, anders gaan al die jongens op me afkomen, dus van jou is al geregeld. Dus zo ging het. En Palulu, deze Palulu, onder die namen die ik had genoemd, een Landveld, Johan Landveld en Muntje, Cyril en dat soort dingen. Mm-hmm. We hadden... Palulu had een grote toernooi georganiseerd in Suriname. Ja. Waarbij wij Remo en Paysandu hadden binnengehaald. Okay. En het was succesvol als kleine ploeg. Ja. Succesvol uitverkocht. Ja. Transvaal en Robin Hood hebben gespeeld tegen Paysandu. Ja, en Remo. Dus dat waren ze. Dat waren de dingen van Palulu. Ja. Wat maakte dat team van Palulu zo uniek? En wat heeft gemaakt dat Palulu heeft kunnen doordrukken om zelfs het semi-kampioenschap te halen? Was Palulu een veelscorende ploeg? Klopt helemaal. Je had mijn persoon. Ik was eigenlijk, ik had de meeste doelpunten maakte ik voor Palulu. En dan had je Ramon Kotzorg, die ook een goalgetter was. Ja, ja, ja. Ja, we konden het samen vinden. Dus het duo dat begiftig. Ja, het duo dat bij Tranga Driko. Maar het was niet dat duo van Sjoel Mensla, dat was een heel andere tijd weer. Ja, ja, ja. Maar het was jong. Mm-hmm. Ik was bij MVV. Mm-hmm. En toen moest ik voor Palulu uitkomen, want Weiland Bagwandas, die had drie clubs in het kamp. Ja, ja. Palulu, Boksel en MVV. En MVV moest dan een naamsverandering doen. Mm-hmm. En ze moesten nou SNL heten. En hij vroeg me van, Robbie, jij komt bij SNL, hè? Want SNL was de hoofdclub van het leger. Ik zeg, ik denk het niet. Hij zei, hoezo? Hij zei, luister dan, ik geef je verlof, ik geef je geld, ga naar Nikeri, en ik geef je bedenktijd.
Je hebt een week nodig. En toen moest mijn broer me bellen voor natuurlijk Wijlen, Bagwanes. En ik zei aan mijn broer van, nou, ik vertik het. De mannen die ik daar zie gaan bij SNL. Nee, ik ga niet met die mannen spelen. Ik blijf bij mijn kleine club, Palulu. Maar je nog vast aan Bagwanes om hier aan, want dat is makkelijk. Je bent aan het nemen. Ik vast aan mijn bel, mijn persoonlijk, met hem aan het nemen, met hem aan het nemen. Met Robbie, waarom? Kijk, zoveel prominente voetballers ik heb gekocht. Om dat ding, je moest samen daar doen, je moest niks meer doen, je moest niet meer hard werken, je moest daar in de spits staan en gewoon de ballen van me scoren. Ik zeg nee, ik blijf bij de kleine club Palulu. En ik heb het gemaakt met die kleine club Palulu. Ja. Semi-kampioen, wat SNL vroeger niet kon doen. Ja. Zo, en dan... Voor Transvaal? Dan kunnen we overgaan naar Transvaal. Ja. Ik was eigenlijk in de basis van Transvaal. En toen speelde Winnen niet meer. Ja. En er werd toen een grote afscheidswedstrijd georganiseerd voor Winnenschaal in Akka. En daar had je dan een... En wie moest Transvaal spelen toen? Transvaal moest spelen tegen Santa Cruz uit Pernambuco. Okay. En Santa Cruz had 3 spelers in de nationale selectie. Je had Lupercinho, Kampar Gianni en nog eentje, die is me even ontgaan. Maar in elk geval, het was een heel grote afscheid voor Wienerschaal. Overal uitverkocht, wielerbaan, overal was uitverkocht. Maar ik zat in de basis van Transvaal. Vrijdag heb ik getraind, nog in de basis. En op een gegeven moment, als je zondag daar aankomt in de clubgebouw, en dan hoor je van, jij gaat op de reservebank, want Wiener gaat starten. Ik dacht van, waarom ik? Waarom ik? En het was een gehaal en een getrek daar. En ik zei van, jongen, hey, dan ga ik naar huis, hoor, dan ga ik niet meer spelen. Want ik was moeilijk. Was jij moeilijk? Ja, ik was moeilijk. Ik zei, dan ga ik naar huis, dan ga ik niet meer spelen. Maar ja, de grotere voetballers als Wesley Bundel, weet je, Wiener, al dat soort mannen, Roy van den Berg, die zijn tot me komen praten. En ik ben in de rust gekomen, want voorzitter Favri die kwam, die had me laten roepen. We hadden gesproken, even zeggen, lung, waarom ben je zo moeilijk, jongen? Rustig. Je bent toch groot, want jij bent Wieners opvolger. Dat is uitgelegd, dat hebben we hebben vergaderd en, ze hebben gezegd, jij wordt de opvolger van Wienerschaal. Ik zeg, oh, vandaar die invalbeurt. Ik zeg, oh, nu pas begrijp ik het, want jullie hadden me eerder niks gezegd. Oké, zo gezegd, zo gedaan. De voorzitter die zei tegen mij van, na de wedstrijd dan kom je naar me toe. De wedstrijd is gespeeld. Ik zat op de bank, want mijn karasje toch er kom je, dan ga je naar play. Uiteindelijk winnen, allemaal om een ronde, allemaal om een scheiter, dan ga je naar play. Eerste balcontact was direct een penalty. Ik heb een penalty gemaakt en ik moest mijn penalty nemen. Want ik nam ook penalties voor Transvaal. Maar op een gegeven moment was er een man die echt moeilijk deed. Hij is nu wel een hoor, dat was Glenn Isselt. Nee, ik heb mijn penalty, maar ik heb geen naam, ik heb geen liben. Wie is van de man tegen mijn liba penalty gelang? Maar ik heb oud. Dus zo hebben we geen doelpunt kunnen maken. Ja. Zo hebben we die wedstrijd verloren. Ik dacht 2-0 of 3-0, zoiets. Ja, dus ik had zeker een doelpunt meegepakt. Ja, dat was een grote afscheidswedstrijd van Wiener hoor. Met alle lof. Echt wel, hij had het verdiend. Ja. Ja. Men had u gedoodverfd als te zijn de opvolger van Wienerschaal. Heeft u die verwachtingen ook waar kunnen maken? Als u kijkt naar wat u gepresteerd heeft bij Transi? Ja, ik heb mijn doelpunten meegepakt, maar alleen binnen bij mijn serie like winnen. Binnen bij mijn serie. Mijn serie moet toch maar bij elkaar winnen, no? Ja, zo was het niet, maar het is maar betekend. Tama Siri. Zou me verdienen karamelli papa kijkwe. Ja man, en dan best blij bal man. Wiener. Daarom zei ik ook, ik heb heel veel geleerd van Wienerschaal ook hoor. Hij had tijd voor je naar wedstrijd aan mij koos, don't talk aan jou. Dus echt, die man het petje af. Ja. Ja, dus, en de man zat bij playbal in het tent dat je Rodrigo was, Roy George, ja. Remy Garden. Roy Vanenburg, je had Bundel,
Pauli Korte. Dus echte klinkende namen. En Toby, met een benoemd naar een goede generatie dat bij Miller en dit en soort maken. Ja, Miller, mijn vergeet allemaal het ene ook toe. Alla de maat bij de tof middenvelders. Sababal, ja man. Leemhoor je op een borst. Paradel, leemhoor je op een borst. Ja man, Jurn Miller. Best op bal, man, best op bal. Dat is mijn dat man. Wie is op een plekje, maar we plekje transformeren de meid aan mijn mati. We blijven goed op elkaar. Tot nu toe hoor, toen is je schrijf nooit op zo'n schrijf. Altijd op baru schrijf van Odi. Ja. Uiteindelijk kapt u ermee. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Ja. Met het actieve voetbal op het hoogste niveau. Ja, op een gegeven moment was het zo dat wij niet meer naar Curaçao zijn geweest om die CONCACAF wedstrijd te spelen. Alleen maar Brocco, Misref Brocco, voorzitter Nobe Dusan Moro, echt ja ploeg. En ik was gewoon afgekikt. Ik was afgekikt. En op een gegeven moment dan, ja. Die mekies een bedreiging, ja, een bedreiging. En die mekies een bedreiging voor Paul Bagwanda, Zweiland, dat me stop even. Dat man tegen me dat ik laat je roepen. En toen was ik nog in het leger. En hij zou afzwaaien, want dan ben ik kistro binnen de man. Dan mag ik moto uit het leger. Dan man tegen me dat, oké, jij gaat ook eruit. Dan mag ik moto uit het leger ook toe. Dan mag ik ook op die Bagwanda's. Hij had een auto voor je bedrijf en een security bedrijf. En ik was commandant van zijn security bedrijf. Dus zo mag ik moto ook toe uit het leger. Ik stop aan voetbal. Dan moet ik volgen een trainersopleiding onder Kolf. En Bagwanda zou dan manager worden van de SVB. Mijn patroon een hoofdcoach voor SVB, Nacho. En dan boksel degradeer een jaar dat hij. Mijn heer en mijn matie, Jozef Takasan dat hij. En boksel had goede voetballers, zo Jozef is er een van. Boksel was gedegradeerd onder Bagwanda's. En hij is naar de selectie gegaan en ik heb Boksel overgenomen. En ik had als assistent daar Wilfried Castillon, die voor Transvaal speelde ook. En een jaar dat hij, die put Boksel direct in de hoofdklasse. Een jaar nog maar degradatie nadien, direct hoofdklasse. En we moesten uitkomen tegen Takdir Boys. En voor het eerst Paul Bagwanda's kost dan ze ja bang. Want Een man bating, Nacho. Maar voor het eerst, amo kon ze doen. Wansan noemen toe met die. Hoor ik al jullie ten eten dat mij tegen mij noemen dat Rob. Het gaat goed. Prima. Altijd amo mensen noemen man kon piep, maar uno ben sabi. Dus amo na te kong, dan mij tja verslag, ja, maar baga. De trainingen, alles. Besprekingen, mijn bevolk, alles amo noemen, maar mij no ben sabi. Ube arkar, mama sick. Amo na beweer zo blaka. Alles amo van mij na blaka. Ik vergeet van mijn manier, maar mijn manier is alles aan het doen. Ik ben met potamale consortsecretaris. Dus ja, op een moment zijn we weer naar de hoekklas gegaan. Dat was ook een punt. En nadien ben ik naar Kommerwijnen gegaan. Nu Amsterdam. Ze hebben me gevraagd daar om een Indo te leiden. En dan met ik Indo Abraham. En dan had je jongens zoals een Johnny Wirion Nadi. Die Somohar Jos, Suandi en zijn paar Amana de Weilen, Nobelko, Sam. Je had echte black, echte voetballers had je daar. De man ben een kabal, ernstig de man ben een kabal. Ja man, heel goede ploeg. Nooit meer een lasso plein aan de man. Maar door omstandigheden, dan op een moment dan minder bij Gomorro. Want het was tof. Smiddags moest ik de boot pakken via Leonsberg. En met Abraham Boto. Amman ben een jaar drie kom met een heerlijk. Een speler beetje aan mijn boto dat hij een beetje asma en met een money. En een speler, een voetballer, Faisal, we understand boy. En amman had bij contact me op tijd. Alle vijf van mij tek me tjami go abrasi. Ten neti. En naar de trainer dat wij Abraham baga. Ja, ten neti. Ten uur neti, solis ni uur neti. Dan met Abraham wat er aan mijn dua man. Een aantal maanden hebben we elkaar met de man te geven. Ik wil Abraham horen aan de boto. Sam, ik wil doen. Ik ben een taxi, ik moet me naar Verda boeken. Dus
Dat gebeurt ook ja. toen, later, want dan ben ik echt wel. Maar ik heb goede dingen achtergehouden van Endo. Ja. En ja, dat was de tijd van Endo, heel goed. En dan moest ik naar Fassas gaan. Fassas, daar ben ik... Ja, Blauwgrond Stadion. Ja. Twee, de competitie is ook een raaddistrict. Ja. Dus ik ben daar 2 jaar gebleven. Ik heb 2 jaren daar getraind. En de eerste jaar was ik kampioen. De tweede jaar was ik ongeslagen kampioen. Want Fassas was een van de sterkere ploegen daar in Blauwgrond. Ja, maar Fassas was de sterkste en ze hadden ook een sterke trainer. Sterke trainer, sterk team. Ja, waren daar ook wat opvallende namen bij? Jawel, je had jongens zoals, hoe heet hij weer, met zijn linkerbeen. Was Riffel Elsenhout ook nog daar? Wie? Riffel Elsenhout. Elsenhout? Ja, was die nog daar? In die periode, of was hij nog niet daar? Nee. Want hij had ook... Ja, ik had Penu. Geen Ricardo hoor, zijn broertje. Ja. Ik had die Penu, ik had Teendal. Mm-hmm. Teendal had ik. Ik had goede voetballers hoor. Teendal, ik had Lampa. Ik had een kleine jongen, Errol. Ik zag hem gewoon als jeugdige. Mm-hmm. Ik put aan kon tangelaste, maar bij pleegje, met transfer bij Kontekaman, voorwaarts Kontekaman. Okay. Maar je weet hoe je fanen zijn. Ja, ja, ja. En als je een Schengenman gaat, een training aan een Komoro, met een massief zijn, Errol jongen, go, biggie ploeken, Kontekin en dan go. Dus dan. Ik ben power, maar ik ben goeie, de man bij de Schengen, maar ik ben sababal. Saba middenveld, skopu, t-shirt, Japanese boy. En dan ben ik skif, play. Maar ja, hij is niet geweest. Oké, en na de periode van Fassas drappen, ben ik samen met die Dusi. Truno. Oké. Truno, met die Truno, ja. We hadden samen daar, waren de leden. Oké. Maar hij was mijn assistent. Dus ik ben het goed gedaan. En nadien, dan ben ik naar, laat me zien. Ja, Wienerschaal stopte met Uma Suso. Mm-hmm. En Uma Suso zocht naar een trainer, een goede trainer. En ik heb me ja-woord gegeven. En ik ben gaan trainen. Ik heb daar ontmoet Dinja Vliet, Patricia Uiterlo. Ja. Hermie Kleidersdeel, het waren alleen maar klinkende namen. Ja. Hermie Blukslager, zo kan je doorgaan. En je had een Helga Kappel, die was de doelvrouw. Ja. En de meeste van de dames van Uma Suso zaten ook in de selectie van Suriname. Ja, Wiener heeft furore gemaakt met Uma Suso. En ik heb Uma Suso overgenomen. Ik heb ook furore gemaakt met Uma Suso, want ik had de beste speelster van Suriname. En Uma Suso en Dinja Vliet was er een van. Wat maakte Dinja Vliet zo bijzonder? Dinja was een speelster, een speler die alles in huis had. Ze trainde met ons daar op het Kleinveld, voorin bij mij, Rensproject, daar is Dinja begonnen. En ja, we zagen er al een klein ding zo was ze. En we zagen er, daarom is ook de bijnaam van Kleintje. Ja, ja, ja. Ja, daar zagen we er. Dus techniek, alles had ze. Een goede trap met beide benen, scoorde vrije trappen makkelijk. Passeringsvermogen. Ik heb geen enkele dame nog gezien die zo vrij kon passeren. Ja. Ja. Ik had een wenk. De wenk denja, mi wenk denja taki. Dat denja best op een cirkel. Dat want taki, teno de moronja, alles maar regola, ja, dan bedoel je. Ben alles Magolai. Ja, maar Dinja was Dinja. En ik was toen, ik had een assistent trainer. Ja, als ik erover moet praten, dan bijna mij Iwan Lowatra. Ik had Walker bij me. Ik had trainer Walker bij me. Die speelde ook vroeger heel lang terug voor Transvaal. Hij was mijn assistent. Ja. Nou, en het is dan ook meer, want terug naar kwam. Dat man bent dan wel gelegen. Mm-hmm. Maar we moeten een training, ja, dames training. Dan moet ik hier aan man. Mm-hmm. Meer man bent op een fiets. Ja. Dus die meer is aan het ding. Die regen erop en ik ga lukken. Mijn sabi, mijn vier boemen, ik draai op elkaar, ze hebben drie korus. Nou, trieste zaak. Ze draait met elkaar over aan man. Ja. Vaarlijk rustige man, jong. Echt wel.
Nou, een probleem nooit meer dan kom ik erop bitten. Ja. Nooit een man bij mij kwam te robben. Vandaag is hij wel een hoor. Ja. We deden het goed. Want je had dames van de Amschool. Dus mij kon naar Ploeko te bakken. Na. Dat is mijn moeder scoren. Dat is mij kon Luko trainen. Ik wil ook spelen. Mm-hmm. En voor de teams en mij kon naar CFL. Een poer, toen mooi teams. Toen echt boem voetballers. Ja. Voetballers daar op poer trappen. Ja man. Toch wel mooie tijden geweest met Oma Soso? Oma, wat zegt u? Toch wel mooie tijden geweest met Oma Soso? Ja, natuurlijk. Mooie tijden meegemaakt met Oma Soso. Hoor. Maar toen kwam er om een keer. En Oma Soso, die had twee ploegen. Je had Oma Soso A en Oma Soso B. En er was een ruzie ontstaan. Wat ik allemaal gehoord heb, want ik was niet meer bij Oma Soso, ik trainde niet meer en ik was thuis. En toen kwam op een moment een splitsing tussen die twee Oma Soso's. En die andere Oma Soso, die had een naamsverandering gedaan en onder leiding van meneer Maknak, hij is Weilen, hij is vorig jaar overleden. Mm-hmm. Hij was voorzitter. En het heette dan Merodia. Mm-hmm. En met Merodia heb ik ook furor gemaakt. U bent ook daar trainer geweest? Ja, ik ben trainer daar geweest. Dat was de tweede ploeg. Maar dat is maar wat Robby toch erin kwam. Dan toen ben je van ja, van ja. Dan trouw actie met dat. Zeker doe dat bij. Ik ben ka unu baka jongen. Ik dacht maar, ik ga door jongen. Dat was je rank. Ik kon tek me. Want toen helen meneer Magnager. Ik kon ook zo naar me. Maar kon tegen me tak jongen. Boy, wat ben je nodig hoor. Al die tje tak vier me tak maar. Ik ben nog de moro jaren met de koros in de bal zijn jaren. Amman doe je met hem, no, 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 je no de. No, amman goe bak, amman goe tegi, basharanki. Regie mee naar het, basharanki. Mis door rustig, me geniet voor hem, toen heb je een blik bier. En ik mis je aan, wat je reis kon stop naar een visie drap en os op me voor door naar me. Zo man een basharanki. Maar mijn besap tak basharanki, bij Abu Alenk naar Merudia. Dus dat basharanki. Saka koma man tak yon sa mere yon ter na yon ano kan nam mere nam bidape ano kan mami beki so one an fu transina corso de salaika se vier de me kar mi salaika sana sana ti salaika na u be go play on con ka fu ay arte na corso endan te kwa ko iri no o ma te o frida ma tu te kwa ko iri da ugona otra banda pa fierde. Dan ben ik nam drapen, dan ben ik zeer eisje, maar dan ben ik zitak, al die mooie pjes zei Abraham. Dan ga ik bij jou eisje drapen. Dus dan, ik ook nap zei eisje, ik ben een Afrika stiljoen bij de. Dan ben ik nap, dan ben ik zo op tje, kom, hey Abraham, afweer. Dan ben ik zei dat door, dan ben ik wakker meteen. Dan ben ik hallo, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen, dan ben ik luisteren, mag ik even spreken. Nee, ik ga werken met dat. Oh, je gaat werken met dat. Ja, oké, ik loop even met je mee. Oké, kom. En sommige begint dat naar Asma. Ik kon van Asma. Asma kon naar hotel. John Kamper vindt me borgwe. John Kamper vindt, ik kom voor jullie romanten. Ik ben de trainer, dan ben ik aan mijn moffador voor hotel Country Inn. Oei. Wel 5-sterren hotel. Dan ben ik aan mijn motto trainer, speler. Ik moet uit wat wagi dat met hem zeg. Maar hij kom hier aan man. Leng. Waar kom je opgepast hè? Maar nu heb je eens refie bij jou bij wagi. En als maar best toeka voor arts. Dus als maar bij de abon volgens mij een jaar nog of een paar maanden. Dus dat is maar bij een selijka. Dan met een telefoon, dat bundel hier en mijn naam is takkie takkie jongen. Ja, selijka, geef selijka even een kus. Dus, aan het taan, Jimmy. Dat is een bundel, man, en dat jaar. En dat met elkaar corso. Ja, dus dat was het allemaal. En ik, met Merodia ben ik dan ook een superwoman kampioen geworden. En twee keren, omdat het heette Superwoman. Ja, maar later is het First Lady Cup geworden. Want het was Superwoman Cup. Dat is wat bij de mannen President's Cup is eigenlijk. Ja, is die First Lady Cup geworden, ja. Dus daar ook mooi succes. En van den play kampioen ook. Van den play bij de herspanning tegen playing Oma Soso? Of tegen Oma Soso? Ja. Een clash voor Merodia en Oma Soso toen? Ja. Ik had... We hebben nog een play voor Oma Soso. We hebben nog 1-0.
Maar dat was 2009. Dus ik ben knap voor een oud international voetbalplayer te gaan. En dan gewoon play bij Libië, maar ik ben winnen eerste play 1-0. Na van Cup dat we play. Dus op een moment dat ik bij actie was, dan dacht ik, hey, tek abaradje meer, want is op dat moment een oud international. Basharanki tegen me tak ay da mama mek asparak mi lekhama ay mi sora ma tak bere abbasis dat start ala sanim de mi dap tata basharanke bel mi tarna uini ara utro kampion baga mi tak moy man nice yere no man bene kot me doro da petu en bene kot basharanki kon a koluka last place refi ya tigre ya sanana radio weg drape ya so dus dat was het zo een beetje en we zoeken naar de volgende tori. Ik denk dat we nu dicht bij het half uur liggen. Laten we naar die commerciële break. Nog altijd oerbalman tori. We doen deel 2 met Mr. Robbie Leung-Lohin. Die we dus vorige week gehad hebben. Uur of wat langer. En ja, onze tori bij Liberté. Dus hebben wij gemeend om vandaag dus ook weer aandacht hier aan te besteden. En ja, tot nu toe weet ik zeker dat u ook vandaag geniet van de oerbalman tori's van Mr. Robbie Leung-Lohin. We gaan zo naar de break en zijn daarna de break terug. Bigger than life itself. So bigger is better. Yes, yes. Reis slim met eSIM data roaming voor avonturiers en zakenreizigers naar de USA, Europa of Brazilië. Activeer je eSIM data roaming pakket in onze branches en stay connected à la zee. Telesur, keeping us in touch. Yes, Asanya. Als je zo gaan samen in Italië, je pikken en geef, Suribek naar Italië. Oerbal Mantori, dat op Radio SRS Suriname. Wij voeren u terug naar de gloriejaren van ons voetbal. Ai boy, attend dat bij Suti Palak. Tintegi, bal bij Wasi Apistendati. Oerbal Mantori. Was donkey de Oerbal Mantori naar de Slalan Legend. Mannen als Wesley Bundel, Arnold Miller, Edwin Wienenschaal, maar ook de Benny Kianzi, Clyde McDonald, Roland Grando, Ludwig Simpson en een heleboel meer van de voetbal legends zouden ons donkey de Oerbal Mantori komen. Nostalgie van zo heb je me niet. Oerbal Mantori. Elke zondagmiddag om 3 uur live op 96.3 FM of www.radiosrs.sr. Oerbal Mantori, zonder bakana, ja, tap SRS. We zijn terug van de break en doen in het tweede gedeelte vandaag nog altijd Mr. Robbie Leung-Lohin, Oeru voetbal legend. Met u dus sinds vorige week al babbelen en vandaag dus mee doorgaan. We hebben het eerste half uur gesproken over Palulu, we hebben gesproken over Transvaal en ook de damesploegen, Uma Soso en Merodia, die dus onder de hoede stonden van Mr. Robbie Leung-Lohin. Wat heeft u na Merodia gedaan? Na Merodia heb ik dan SRD gehad. SRD is een team dat ik samen met een zekere mevrouw Marijke, die kwam uit Nederland en wilde een team starten. En ik zag aan zoveel dingen zitten hoor. Ik heb meegeholpen, ik heb er laten trainen in die hoestadion, want ik was daar beheerder. En ik heb er laten trainen en we hebben gezeten. En ik heb de naam gegeven van SRD. Ze had een stichting. Dus die D komt van Digo. En ze had een stichting, ik ben de naam van die stichting vergeten, dus zo is het gekomen op SRD. Iedereen dacht dat het SRD was, de Surinaamse SRD, maar dat was het niet, maar zo kwam het bijna over. Ik heb geholpen, meisjes, dames van niets tot iets gemaakt, hard trainen. En bij de eerste competitiewedstrijd hebben we in AGA gespeeld, we hebben gewonnen voor een nieuw team. En de tweede wedstrijd heb ik ook gewonnen en nadien dan zei ik het niet meer zitten. Ben ik gestopt ermee. Huh? Ja, want ik zag gevaren. Hmm. Ik zag gevaren aankomen en het is inderdaad gebeurd later. Er is een trainer overkomen ook, ja, toch? Die helemaal de gevangenis in moest gaan. Dus er is een stukje geschiedenis en ik zag al dat soort dingen. Maar ik ben helemaal geweest naar die trainer ook om met hem te praten. Ik heb jongens meegenomen met spandoeken om voor rechter, voor RC daar te gaan staan met leuzen,
Vrede coach, al dat soort dingen heb ik gedaan. Maar ja, je weet hoe de dingen zijn. En ja, als je nagaat, dan denk je van, jong, waarvoor heb ik het gedaan? Maar uit liefde, uit de sport heb ik het gedaan. Dus vandaar. Want ik zag dat al aankomen. Als iemand had gezegd dat hij dat zou doen, dat hij de ploeg zou overnemen. En ik was goed op, dan zou ik hem gewoon zeggen van, doe niet. Want de persoon die daar is, is zeer gevaarlijk, dus doe niet. Maar ja, het was al laat voor het. Hij heeft een slechte naam gedragen. En het was ook niet terecht, hoor. Nee. Maar ja. En nadien heb ik... ik was al eerder bij Diego, hoor. Diego was in de Randistrik. Kampioen geworden naar de eerste klasse. Maar dat team heette Edo. En we hadden daar de manager Ramon Melges rondlopen. En voordat ik verder ga, wil ik aangeven. Diego is door eenheid geen ondergang. Dat is Diego. En Diego komt vanuit het kamp. Je weet vroeger, toen die mannen waren met een binnenlandse oorlog. En voordat ze gingen vechten, maakten ze een cirkel. En dan was het, Diego, door eenheid, geen ondergang. En zo gingen de mannen. En van daaruit is de naam ontstaan, Diego. En ik had Diego in de eerste klasse. Bundel en Roy George, die waren daar samen coach. Maar Diego had een... Ja, in de eerste klasse. Is dat een goede lichting volgens mij? Ja. En we zijn kampioen geworden. En ik had de jeugd. Ik ben oprichter geweest van Jeugd Diego. En de manager had ook toegestemd. Alles gekocht, alles bekostigd voor de jeugd. En ik had een hele goede jeugd. En toen ze kampioen zijn geworden, had ik dan van mijn jeugd... ik moest dan trainer worden van de hoofdklasse. En ik heb de spelers van de jeugd meegenomen. Ik had een aantal daar en ik had een jonge Jermin. Jermin Halsen, 15 jaar oud, was al in de hoofdklasse. Ik had daar de gebroeders Earl Hibat, de gebroeders Borgia, Wilgo Rip en Kenneth. Die twee waren daar. Ik had een husband. Ik had een hele sterke ploeg. En ja... En zo, we zijn volgens mij demi-kampioen geworden. Semi-kampioen? Nee, demi-kampioen. Romeo was kampioen. En later kwamen er een paar Brazilianen bij. En Osayel, Osimar, die Brazilianen waren bijgekomen. Maar SNL was kampioen toen de tijd. Want SNL, ja... Dino Bouters had SNL overgenomen. Was het de tijd toen Grootje ook daar was? Ja, Groot van Zandvliet, al die jongens liepen rond. En ze waren kampioen. Ja. Ze waren kampioen. En ze moesten dan een uitwedstrijd spelen tegen Diego. En dan moesten we thuis spelen. En bij SNL had je dan trainer August Plein, Weyland. Ik ga je zeggen, ik heb alleen maar slapeloze nachten gehad omtrent dat gebeuren. We hebben gespeeld tegen SNL en ze hadden een doelman Meynals. En man had bij klem los toch. Dan roken we naar de spits. Dan ben ik Earl Hewitt. Is kop voor je trap. Alleen heb ik aan naar mijn train te passen. Dan ben ik Groentje. Nak den bal lusu. Want ik had een keeper daar, Groenveld. En de Groentje nak den bal lusu. En met een Earl German. Dat team hadden dat German in Longo, want met de spits hebben snel. Maar met een team, fin, dus als je onderschat en holloi. Nou, man, het is lang dat mij druk naar balpot. Ze reizen in een klus dat mij druk naar pot in naar Oekum. Nou, 30 passen aan die. De hoofdstadion spang uitverkocht. Want SNL, de kampioen is op bezoek. Maar. August Plein, ik kwam dringen naar bar. De secretaris voor Diego, Lucien Dugua. Dan Lucien tegen me, oké. Voor elke zot idee. Dan Robby Lunglo, je hebt plegeren. Ja, maar tegen Lucien.
Ah, je na play, jongen, drinnel miljoen na play. Net zo ogen is beter aan het zomaar beter keren. Dus dan, Lucien, te hama, tak a boel, look, boom. Dus op geen moment, a play, Bam, je laat SNL 1-0, dan man nog een bribi. Trama kong, dan een ster, koluka play. Ster, balak, kafisi de man, falle gare. Nu ben ube sa, woest revue, want nu ben die nalle gare, dus. Ik dacht, nou, de man heeft dat aan mij, de man is zo serieus. Dat was niet, hè. Sportief, relax. Helemaal ontspannen, want mijn saptaki, mijn roken aan de boer, mijn saptaka play, die is zo. Maar wie na play. En we hebben abon sani. We hebben tegen de spelers met agere no barra. En voor een winna play, dit is mijn soetuala malakiri. Dat is nou een motivatie om met de man. Ja, met een man voor een winna play, dit is mijn soetuala kiri. En dan ben ik met je kalen en mijn sakade ede. Ja, maar ik ben er niet. Dan sa big batak no. Dat klari dan baba boy dis early wat. Maar ben dan wel leader. Maar ben dan wel moeilijk boy toe. Moeilijk. Maar ben dan wel leader. En dan ben ik mijn persoonlijk en tenno. Maar tegen mij dat trainen en je leert me weer een voetbal zwaar. Die ben ik wel meer een voetbal zo te padraai je bar. Met dat je een konja boy komt te afetregen. Maar dat trainen en je leert me weer een voetbal zo. Dan te hama tak orla mambe skofreter op vrit omdat amambe ab bibete Kenneth Borgia. Kenneth Borgia baba ervaring. En op boerat be plesi Kenneth Borgia. Dus in barika tak yo ervaring. No no op chiman de endelere koma. Ek op de mooi fensik ba. Be skofreter op yara. Dan ulan freter op 1-0. A play dati. Sanflit leva bal met een boel biggie beter spel. Dan met ik nog boy, dit is nog kei om echt met klagen met kort of bal dat hij. 1-1. Tweede helft. Nou zo ik een massa van bakaji en menals. Dat Lucien, dat Chimbra long op Tennessee. Dat we naar play 2-1. Nou, dus is er om een sani tak over een play dat hij. Het was een toffe wedstrijd. De man tijdens stadion, de man dringen bar voor die goede ligi. Tot de laatste avond de man aan de rappen. Dan ogensplein, is je dat een man kon versterken. Een man kon ze schrijven, mijn man bij de zoon, mijn bij de trainer, palulu toe, mijn trainer de man. Maar wat kan ik weer? We starten, bro, we starten, auto rijden, we gaan we liep alle de mannen aan sterren dappen. De man bij boost op een man, te gaan maar lassie, en al lassie goeie, en allemaal stingen, en allemaal rijden. Een man ook een tis, dan gaan we boeien, bakken plein, maar goeie. Oké, Sonne Manting, Mr. Osso, Meluko Balt op televisie. Op geen moment, me kies een bericht. Dat trainer Augustplein, hij is er niet meer. Dus Drico, Monte Higuera, Yukala Mischengorong. Amad Dede, Amad Best Doe in een stoeru. En man bij Luku een bal op televisie of zang. Dan op geen moment. En man kon blauw. Dus broedoe. En play in een machine. Want man tak allemaal lansie. En man dede. Vanaf die meere san jere. Echt me tegen jere. Mie broko helemaal. Nou, ik me wakker in een foto. Me go do mie sani. Er is me jere. Ik hier ook ik batak. Maar je kira man. Nu nog pikje de mami ook, pardon. Ook ik weet doro. Plotseling meer dan bakken. Wie doro hele kwe. Yo, ik hier ook gestak. Dus als dan nog een boensrestrijf, ja, man, behendelijk. Mijn ook hier, man. Een balu play me winnie. En nou, man, op het ding dat die goed bewinde, man. Ook gesplein bij de zo zeker dat alles maar mee winnie. Maar ze zijn al bij de man top ploeg, een boem ploeg. Mami klaar de man, omdat. Of als van mij, waarom gaan we naar de boys mee? Heer wiki miro kom met tapa play en met agno win 6 sabarda play dis wat bevinden en win a play. Maar op geen moment omgoberi. Ama niger voet digo. Ama jimo wagi feng. Want ama mbogober ook toe. Dus dan me rei me doro fes kampu. Na wagi mo parker en is me jere. Ikira ma se kontu jayo. Ikira ma batak want op tjuwere de surat boy. Drico, a manager me reed kom, mi edraik moto eta endred, mi reed gua mei bargi, mi samtseon, mi reed gua mei sestrevit, am reed gua oson. Ino kambara sanat Jimmy Terwijl,
Amand don dat pijn ik zie in de kamp. Maar nou een staatsbegrafenis, amand een soldati, weet je, dus dat de man soldati op benen, amand, dus dat... Ja, mijn vier boeren met tag no boer, maar gauw zo er, want heeft hij mij baard en staan aan het gij, amand een boer, ze zegt, ja, amand, ik hier, amand. Na sport, amand, ik ken toen te zwaar. Amand, gauw zo, amand, doel ik niks op samen, amand, regel. En als je regel, liep dan boer, dan kan hij de boer, dat wat ik was aan de. Dus, na zo, als hij een type staan, was aan samen met mij. Want er geval ook toe, in voetbal, samen met mij, bagat, zo moeilijk zijn hier. We play, mensen hebben met elkaar zijn ziek bij Pietje Frenkel, naar Borgia, bij Sawansanik. Palulu Leo Victor, we play, als aan het jouw heer Biggie Fit in een stadion, want alle den boy loont op Pietje van Frank Borgia, broek en voet. Ook toen nog een geval zijn bij de let naar mijn versie. Maar mijn scope, Pietje druk, precies zoals hem gevaarlijk ben, dat toen. Frank voet, broek, toe precies volgens mij. En Pietje speelde voor? Meneer Frenkel speelde voor? Nee. Pietje de Gregory en de Frank speelde hij. Hoe speelde hij? Nee, Frank heeft getrapt en Pietje Frenkel hoor. Ja, maar die wedstrijd, wie speelde tegen wie? Leo Victor Palulu. Palulu. Ja, binnen mijn Pietje bij Play in een spits. Voor Palulu? Ja, voor Palulu, ja. Okay. En hoe Leo Victor 3-1. Ja. 3-1, ja. En wie had gedacht dat we zo'n stand bij met Frank? Omdat Frank betrangen allemaal, bij Freddy Frank. Ja. Op je vinger of medici, aan krong. Na Frank Lom zijn en tapu, aan het idati. Aan mijn jamie zo dan op je alembe kong, mijn jamie zo dan op na time en tijd hoor, maar voor plein. Ja. En want teruggeval, baka voor Robin Hood, Sammy Bevergitti, we play transval Robin Hood. En dan, ik play de voetbal, Frida Netti, dat play de 1-1. Of 0-0 play bij de. De alles, maar ik moet uit dat stadion bij verkocht. Alles mij goed. Is Marika Bal nog alleen morgen? Nee. In de eerste manier een goal. Dan leidt hij Robin. Alles dat is maar lang komen bij een stadion. Toen is hij aan het vinden plaatsen. Toen is hij. Dan me leidt de laatste minuut. Dan me leidt hij mij. Dat ben ik een mooie story. Ook toen laatst. Maar raf me bel. Mijn fekkie. En mijn tijd met dat jongen. Is dat beter? Een play jongen. Hij was Ruskin boy. We gek bij hem. En hij zou weer een goal die wel omkomen. Bakker aan met je tak. Ah, jongen, broertje, la, jongen. Toch doen we win Robin. Dus echt, dat werd een mooi moment. Gimme ook toen. Dus aan mijn tijd met hem vergeten. Hij was aan het ding. Dus dat nou op de toren ook toen. En one neef of me. Ik play bal al langer. Voetbal met me constant one neef voor me. Ik play al langer. Ik play bal langer. Amang moet dat te kong, ik ben de trainer voor een minister team, onder leiding voor een neef voor mij, Rusland. En, een NPS, ja, trouwens. Dus op geen moment dan, amang betek me, dat we go play, want we gaan voor me met de minister, dat we go play met de minister alle donderdag naar Nationale Veld. Dus we playen tegen Nationale, weet je, of veteran. En dan mag ik mijn leiding. Andy met Akira, Andy. Dus op geen moment, dan mijn man, dus Andy, maar dan met hem had ik nog in af contact me dan die gewoon nog kennen. Dus op een moment, ook ba, ook play op bal, winnie, ook drinken was sani, dat werd ik onder passie. Ja, maar je legt me uit dat ik een minma, neemt je een attack en. Maar dan ga je stop, soms zijn er een. Tjen attack. Maar dan neem ik grapje aan mijn familie, aan mijn broer, dat ben je. En daar heb ik een missie om te kogen, kan tristere dog en een big shaft me. A piste en een big shaft me, zie je, maar ik kan een patrapu. Als mijn takkerop, familie. Dan peg je me satak, is er om een jari. Zoals, mijn mama's de jongen, nu toen een saptak van familie. Dus zo, ik kon saptak een familie, en mijn tegi, en mijn remi, ik kon dan een sernang. Ten een no, echt goede voetballer hoor.
Want Bagwan is beter kan maar playa boksel ook toen. En Bagwan, amma ben gwaap tata a piste na ting. Voor het eerst amma gwe dat Bagwan is hoor, ja, man tak nou ino gwe. Want abe play boom. En die Rusland? Ja, na Bagwan is te amma tak hierro. Oh, bij no, amma bij ite kaji apart boy, man uno so ino gwe meka competitie af. Zo is hij aan en ten aan no drie komen tegen me, abo al lobbyne voor. Ten aan no minimum mannen zo uitang, like brothers, echt wel. Respecteer jongens, refie man, ja man, lobbyne voor dat pen. Wat doet u nu nog? Qua voetbal of coachen? Ja, ik ben, ik help kleine jongens daar in de buurt. Waar? Welke buurt is dat? Ja, Rensprea. Ik heb een klein veldje daar tegenover mij. En ik hou de jongens, ik hou ze van de straat. Ja. Voor de mannen gaat ook green, dus niet daar. Maar ik had mijn eigen club ook, SV Roe Army. Mijn eigen club had ik ook opgericht. En Roe Army heeft bijna 4 jaar lang geduurd ook. Dus niet bij doen mensen tot Sanja Radrico. Voetbal. Voetbal na drie kwart voor mijn Libiër en volgens mij had er gewoon een vijf voor vrouwen. Ja, dus maar echt een bal in Libië in man. En ik had mijn eigen club. En de man bij play, een competitie, na, ik had I-13 bij mijn stangen piste na die, I-12 bij de naam in de stangen die, I-13, I-15 en I-17. En dan had ik 2, ik had I-13 en I-15. En zo heb ik een paar jongens kunnen maken. Die jongen die de grootste ongeluk heeft gehad tijdens zijn voetbalcarrière, hij speelt niet meer. Een man had met mij Ailo Wateram, ik kreeg die Michama. Is Miguel Cruni. Hij was mijn topscorer. Amanguo mi potamana i 13 nacho. Amanguo na nacho. Eerste pres pa mango na kayan. Amoro chishat man. Pero de Frans man. Karagji de enkondren. De karagja man. En amantro MVP dapen. Dat wordt het best blijbaar. En dan ben je erg altijd. Dan ben je actie, tak jongen, trainen. Dan ben je WhatsApp altijd. Boom voor voetbal. Voor blijbaar, tenminste. En dan ben je jammer voor. Dan ben je best op bal. En op een gegeven moment, dan ben je bij play. Maar je play je I-13. En als je voor I-13 speelt, dan mag je ook voor I-15 uitkomen. Dus daar. Nu rust dan man, want dan ben je pleeg roofboot op een boy. Want alle publieke baren, ja, wat corona, wat put man. Mijn beheerder mijn zuster heeft, maar mijn kamer rust wel helf. Maar dan blijft hij een vader man in. Wit Santi of vader man in de rappe. Dan blijft hij een man in. Dan kan hij maar een team of IT-bal. Hoe in de moment nul. Dan met potamans doen. Dat doe je de helft dan met potamans. En dan maar sambe loba man, sambe kon luku speciaal. De boys me. Bij de. Ex-president Shuwe den Bos. Amma be konte son de manten special. Mai kanga den leif wak special fu koluku den boy. Want amma be gitori dus gelat. Ex-overste be gitori nang amang tak fama wini. Want amma be de voorzitter fu Robin. Dus op geen moment. Amma tak nou abu amma tegi. Amma tegi Shuwe den Bos. No one beat for in a kene win me. Mene forgita sanati. Maar wat doet voor je nog in een min? Op geen moment, niet door naar een boy dan maar. Maar met de president, dat wist je niet, dan maar karmi kom. Dan maar tegen mijn tag, jong. Die horen dat. Doet voor je nog in een win, dan maar voor gelat. Wel, tide, je abif win, dan maar genera. En tide win, dan maar de kami. Dan maar look of the boy. Als dan. Nu in de ara. Bon boy dat per liter. E waka lon tu drape na spet. Saman bet du. Mi babo an shan kolot drape. Ano krap den boy be meki. Den boy be play a bal falak. Den mi abo an chin kruuni dat per. Yo win de mandri en yon. Den boy nyang. Fawas mi for at erst den boy nyang kenteki. Ala ma wan kenteki wan porsi. Pres bay gi den man soft drie. Hey. Lekkers. Den boy vindt boem voor zijn pres. Allemaal belop den boy persoonlijk. Ja, maar persoonlijk. Het heeft een tijdje geduurd. Ik deed het samen met een Ahmed de Bies. Maar heb ik moet op dat met de kamerlijk een sponsoring later. Mijn potamelijk voorzitter den boy vindt dat niet. Niet de voorzitter mee. No. En dan
Maar mina technisch directeur, mina trainer, mina club eigenaar, mijn kamantron voorzitter, afvoert om zich mee. Zo doen de boy tak oké. En mijn om leer man besponsor de boy. Ik ben het raam aan tip met rapen baka, Norman, Narden, alle de man het bejep jepi et du 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 sani. Maar de record en tori la hier, want dadelijk, hoe klaar dadelijk bakalijk vorige week. Ja, dingen die ik allemaal heb meegemaakt, ik ben de jongens van Lilydorp ben ik niet vergeten. Mm-hmm. Real Puro. Ik heb Real Puro ook getraind. Mm-hmm. En ik had ook toen der tijd een speler meegenomen van Diego. En terwijl ik bezig was met Diego, dan ben ik bij Borot op de Frederico. Je hebt de man daarop ook toe. En de man beknapt op degradatie. Mm-hmm. Want de man begon naar tweede klas Lilydorp. Dan de man bij de eerste klas. En met nog 4 wedstrijden te gaan, dan mi mati somo harjo, suan di, sambe play onder mi. Amang, moet of voorzik, moet of komen wijnen, dan man gota na desa, en dan man tron voorzitter voor een gemeenschap erop. Dus dan, amang bij de onder voorzitter, apisten na tima later, nu amang tron voorzitter. Dus dan man karmi, tak jong, hey, wat doe je? Koe je op mi, dan boe je degradeer. Met de amant tak mana sot di wetrin, dan mi meka di gama tak den di dat mi vreda. So mi go mi heb de man, mi leer de man begi voor zo'n play. Uiteindelijk, we winnen alle den voor play. Dan wat hij met dat jongen man, no, het raakt hier naar in taan. Door om met dat boy als aan moeilijk, mi ka jeb jeb honu. Dan mi jeb jeb de man op tien zo. En dan bakan want to play, want aantal play dan mi goe. Mi betje fink wala fu Diego getrappen. Fink wala fu Diego. En met Diego ben ik demi-kampioen geworden. En Diego bekon verraken in ontwikkeling voor zeer pleitorie. Mm. Terwijl Diego ben een tof ploeg. Tof ploeg, echt tof ploeg. Transvaal naar Robinho toe, dan ben die onder de man. Diego ben blijbal. Wie had je als de trekkende spelers toen daar? Die lichting? In die lichting. Je had een Murphy Campbell. Mm-hmm. Je had Murphy Campbell die tussen de jongens speelde. Ja. En je had Osimar, Braziliaan. Mm-hmm. Osayel. Mm-hmm. Die is later naar Transvaal gegaan. Ja. En over Surinaamse jongens, ja, die Erolie wat nog. Ja. Ja, hij was nog niet vertrokken naar Nederland. Ja. En zo konden we verder gaan. En ik heb Bij Diego, ja, dat bij de San Mino, want ik over aan een CFC. Want heeft Diego nog bij Serplay, Diego beter een officieel kampioen. Maar Diego bij Abif Serplay, en dat bij Aware de San komt, dat de boy Serplay, en San bij de hond twee strijd, San bij Dorothena, inspecteur Blom. Dus maar, Mino, want ik over dat hij. Maar in elk geval, bij Diego had ik die slagsfeers rondlopen. Goeie voetballers, die broers, gebroeders Borgia en die gebroeders die wat. Ja, en die Murphy Campbell tussen ze. En over Campbell gesproken. Mijn zoon heeft overgenomen van mij. Ja, hij heeft Transvaal gespeeld. Hij was aanvoerder. Uw zoon is dat? Ja. Wie is uw zoon? Ronaldo Campbell. Ronaldo Campbell. Ja. Ronaldo. Ik ben Robbie en dan ben Ronaldo. Ronaldo. Maar een manier charade als niets neemt meer. Een manier charade manier. En Ronaldo Campbell die heeft ook voor de selectie gespeeld. En nooit een man is door een play. Yeah. Hele goede voetballers. Technisch, tactisch, alles heeft hij van voetballen. En hij is overal inzetbaar. Multi-inzetbaar. Dat maakt ik veel pa. Ja, tuurlijk. En nu een man die Inter Mongo Tapu, want hij is een transfer, maar hij is Inter Mongo Tapu. Maar Inter Mongo Tapu niet draai. Hij kan niet alles doen. En hij play onder Gori in Nacho. Nooit een man is dan een play reserver. Alleen een play, dan een play voor Doro Doelkup. Brico is abasanat naar een boy van Jan, zo'n lokale spelers. Tisranang, dit ook de play Goldcup van de dag. En ik had een hele goede band met Deen Gori. Dan ben ik in een stadion, maar best kom je direct voor mij kost doen. Dan ben ik best doen met de analyse, welke een play Robin, dan met Tega, maar eten met Tega, dan ben ik zo. If de man, if mannen na pura boy drape in a stop go pota fesi, dan me las u Robinu.
De man pot aan man tap aan middenveld met een playback aan een spits. Drape aan man tof palet en Josie boom voor van man. En werkelijk. De man, deed tegen me dat joh, maar zie me van op boeien. Aan man door dat bedien ik aan te komen. Maar man leidt wel. Ja, dus moet tegen je een boef me naar die aan mijn sabbal. Maar me jammer dat aan man ook is aan doorstroming door. Om naar het buitenland te gaan. Echt voor een profclub daar te spelen. Maar tegen eerlijk, hij had niet te noemen. Omdat ik, het was mijn droom. Misschien dat allemaal door dat. Want aan niveau zou je play. Maar tegen, allemaal sabbal. Maar sabbal. Heeft u nog een uitsmijter voor ons? Want dat jure long? Ja. Ja, ik heb een... Maar Robby kan alleen aantekeningen. Goed voorbereid. Ja, natuurlijk. Ja, ik had ook een club. AC Diego, hè. Ik had twee clubs in een strippiestadion. Ja. Dan ben ik voor zodanig dat ik met Etewang. Ja. Dat mijn actie aan manager toestemming, Ramon Melgers, en meteen met Thiago. AC Diego was de tweede jeugd. En het was aansluitende club bij Diego. Hmm. Dat was die AC Diego. En bij SV Diego, jeugd, had ik ook een Steven Lens daar rondlopen. Hmm. En die is topscorer geweest. Echt topscorer geweest. En Roberto Geiroken. Laat me dan bij Roberto Geiroken gaan. De huidige trainer van Robin Hood. Heeft ook onder mij gespeeld, onder Diego. Heb je schuiving? Ja man, maar best op bal. Ja, best op bal. Roberto best op bal. Ten nu weet je respectie de goed. Schrijf je mekaar aan mijn trainer. Maar voor zijn man, wie is Carmi trainer? En ten nu weet je mekaar mijn trainer en mekaar aan mijn trainer. Met alle respect. Hij heeft het heel goed gedaan. Jammer dat Robin Hood is uitgeschakeld. Maar ik ben landelijk kampioen geworden met die groep, met dezezelfde trainer van Robin Hood, Roberto Geiroken. Met die Hiwats, een aantal jongens, en Iwan Sake, Giovanni Smels, ze waren allemaal echt goede voetballers. Dus mijn woorden konden naar de boyeren, echt met die discipline, alles hadden ze. Echt wel, we hebben playerbal. Was u bij die groep, heeft hoe heet die? Piet Wortel. Ja, want ik hoor even. Ja. De sabbal toe. Ja, Drigo. Micha Piet Wortel kon in een kampu. De Micha Piet Wortel op de plek die hoor. Micha kon in een kampu. Micha kon die Paul Bagwanda's, de Paul Bagwanda's, she's son. Robbie gaan houden. Dan maar hoor, Pietje. Dus na zo, Piet begin play. Piet bij plek die boksel. Ja, en dan later Piet kon op Alulu. Maar brilleer, dat ben ook toe. Dus Piet best op ballen, maar best op het middenveld. Riet. Echt wel, maar best op het middenveld. En dan had hij een spamachie naar oom Rob. Met alle respect, oom Rob. Ja, mijn man het betekent. Rocco. Ja man, niet meer kan man van Rocco, want Willy van Oud was een onderdirecteur van sociale zaken. Dus... En mijn vriend was ook aan mijn tegen, mijn tegen, wij hebben jullie tegen en aan mijn tata Dombero. Ik kan mijn record erop in een kantoor of Dombero, dat man af kan foto toch. En zo mijn monamoel, als je voetbal op mijn bus. Ja toch? En dus zodoende, maar aan mijn hart bij playbal, ja, aan mijn best op bal. Echt wel, met tegen, aan mijn best op middenveld. Met alle respect, aboe, dat bij playbal, man. Maar jammer. U heeft behoorlijk wat generaties meegemaakt. Ik heb heel veel meegemaakt. Ik ben ook bang aan Toriër. Lukuja, zo Drico, Lukuja. Tori Lai. Stress dat, de kitte. Tori Lai. Ja. De Tori Lai. Wallomande. Want toen mijn bel meer in de man. Fuck, jong. Maar hij pleide in een karmineng. Oh ja, nog meer karmineng. Want hij pleide in een karmineng. Want hij pleide in een karmineng. Want hij pleide in een karmineng. Maar ja. Je kan niet alles zeggen. Want de Tori lijkt om zien. En ja, het is nou Oroebal, man, Tori. Hoe blikt u terug overal op al deze Tories en wat voetbal u allemaal gebracht heeft? Nou, voordat ik antwoord geef daarop, wil ik toch iets zeggen. Ik heb iets meegemaakt vorige week. Vorige week zaterdag, denk ik. Ik heb iets meegemaakt, Drico. Het was triest. Edmund Griffith, Weylen, is begraven, hè? Het is mijn neef, mijn bloedneef. En ik ben afstand en dan volg ik Alassani.
Je mag niet voor nationale selectie gespeeld Suriname. Maar best kop 40 meter aan mijn bal bij lange taman het bij playa bal taman best kop. Aan mijn plek in Leo Victor. Aan mijn doen een kiesie daar aan Pedrico. Dan mijn lukou. Suma e kong. Sa de moudou. Wel, Drigo. Misschien de boy voor Santos sama betri na nikere. Misschien de man kon de man weer een voetbaltrui. Misschien de man kon de man doet de zegje. Het was vreselijk mooi om te zien wat mijn vriend Leisner heeft gedaan. Een speech van man bij top. Want tien clubelijk Santos. Ik moet tot aan nikere kon. Kon jammer een laatste eer. Wat heeft SVB gedaan voor hem? Wat heeft Leo Victor gedaan voor hem? Niks. Maar we beginnen met alle de ex-internationale, met de Massabi. Dat te jugwe, toch? De ma abwans aan het tak nu nu de. Kotaki, je sekol sekol chinso, je wakale ki wan fadong, de ramatif miftrasi. Clifton Bram Barada, dan gaan we ramatif en puffy. Patrick Bram, de manate taki, migado, adisa wan 2 meter goite. Dus kotak de man chitak je sekol yo, i def dede. De man tak ee amman, die want 2 meter voor goeite yo, dat lak amman klari. Ja toch, en de man tak dat, ee, te dede na kasha weilen. Dus, oud, ex-international, we begonu yara barra, hum spa anu kan wang, want dis no kan go so doro. De club play mus lukunu. De man lukunu, to no de moro. Iklari, ba, next in a year moro, iklari. SVB, bij deze wil ik de SVB vragen om iets te doen. Niet alleen voor de oud international, maar voor alle clubs. Zij vader onder SVB, maar dat man doen ze niet. De man kan op een bijvoorbeeld naar midden keer, Rodrigo. De man kan op een fonds. Ja toch, een money day apart drapen, dat is speciaal. Een begrafenis fonds. Je hebt een money, je kan een in een kas drapen. FIFA geeft de man zoveel money. Tegen FIFA dat je dan zo'n deel money ook in een kas. Dat is je hebt een familie. Ondersteun. Altijd was hij niet kan gaan op de voetballer. Dat naar mij denk ik. SVB bij deze roep ik jullie op. Doe jullie wat. Doe jullie wat voor de voetballers. Doe jullie wat. Echt, het is nou tijd. Nu komen we langer met de regio. Nu je ziet wat voor SVB. Nu je ziet wat zijn voor SVB. Het kan niet. Het kan niet. De man play onder een vraag van jou. Je naar bestuur. Op een kas. Dat te oma man goe wat man de moro. De man a familie no aba probleem. Fugo na sofur money go suku sofur money kambero ama ano kan ama jen krachti ja kondre ama play ja kondre ama jen krachti da kondre ama sueti ama du alasani ama famiri understand ama vo play ja kondre dat ama de de no ta alasani ta ja famiri wa ama no bun ama no bun nos SVB me rupo op ko organiser wan sani snel ja as ek moet praten over wat ik allemaal gedaan heb. Drico, dan een gele sterm in kiezer. Kan dat ook niet? Dan een gele sterm. Ik hoop dat alle de man, de bij man van kwandere aarkeren. En mijn VP. Mijn blij tegen VP toen aan mijn goal. Want VP is hier. VP bij de keeper. Ja. En dan goal man bij hem. Ik ben blij. Aan kip boom? Aan kip boom. Aan bij orak snel. Aan kip boom. Ik kan niet eten. Een CONCACAF play zou ik play. Waar je een fetti brokko dat ben. Ja, fetti brokko. Dat fanci zelf kiezen om een slag te ben voor een sanbe broedu. Ja man, waar je fetti dat ben. Mijn naam is transie, waar je groen dat we long op teken een vraag. We sliding om met een vraag dat ik voel kan teken lek wapen. Want dat is mij kon ontapen. Echt, dan neemt hij dat aan mijn bed of man. Vettieren mag we niet. Ja, we moeilijk drapen, maar pisten hebben moeilijk. Vrouw, dan gaat dat nak, speler op het veld, dan ga je grap zijn. Was dat een van de redenen dat wel een speler bij Fredif gepleegd heb? Dat net dan niet, dat mijn vrede dat ik mijn bokjes van vong. Is daarom. Ja, maar dat ben ik ook, echt wel. Maar ze hadden wel een goede team hoor. Het was mongo tap, we hebben een moeilijk bosu. De man had bij playbal. De man bij playbal, de man bij playboom. Maar ja, jammer hoe in de man, het was voorbereid en kon kakaf, dus hoe in de man, 5 zoveel. Ja. Dus, aan de bij boom toch.
We gaan afsluiten, Mr. Robbie. Hopelijk hebben we het grootste deel van die trouwens, ja. Maar als Palis doen, jij geniet. Ik denk de luisteraar ook toe. Dus ik weet zeker dat Den Tori Sakadoro in twee afleveringen 100% bij de mensen in goede aarde gevallen zijn. En Wallosansa, Uno bij Jere, Uno bij Sabi, Uko Vierenou. En dit allemaal iedere zondag natuurlijk in Orubal Mantori. Vandaag hebben we dus gedaan deel 2 met Mr. Robbie Lunglohing. U mag tot slot uw remark maken, de mensen, Suriname, de oud-internationals en wie daar ook iets meegeven, Mr. Robbie. Ja, en bij deze ga ik afsluiten sowieso, luisteraars, ex-internationaal. Ik denk dat we dan bij elkaar moeten komen, een keertje. Er zijn een paar in Nederland en een paar in Suriname. En dan kom ik aan Kofu. Ko op een meeting. Een meeting om Abi, dat to op een meeting dat ook aan taxi heeft samorofara. En sang uetaki, zou taki naar vergadering en dat om Chagodje SVB. Echt wel. Want nazorg moest dan naar SVB, mijn vending. Ja. Er zou nazorg moeten zijn voor de oud-internationals. Of er moet wat gebeuren. Dit is het idee dat dus vandaag geopperd is door Mr. Robbie Lunglohing. We kijken hoe dit zal verlopen. In elk geval hebben wij van Radio SRS Suriname al 2 jaar of langer de aanzet gegeven om dit programma Orubal Mantori alvast aan te wenden. Om dus alle verhalen van de oud-legends naar boven te halen. Want in Marika dat de apisting abal bij pleiten dat die. Hooguit wat we oren kan te knipsel kan die kan vinden. Maar als zodanig hadden we geen beeldmateriaal of er zijn niet Google, YouTube en alles wat staat. Maar we hebben tijd. Dus ja, nu hebben we Orubal Mantori al geruime tijd. En de oud-internationals komen dus hier elke zondag weer om de verhalen en de hoogtepunten met Suriname te delen. En we gaan er gewoon rustig mee verder. Mr. Robbie, dat wordt een goed idee. Ja, ik wil u hartelijk dankzeggen dat u dus 2 weekenden achter elkaar uw zondag hebt opgeofferd om er te zijn. Dat stellen we ook zeer op prijs. En indien u in uw netwerk natuurlijk Orubalmans heeft, waarvan u weet van hey, Adisi, dit is zo'n prijs en Amas, Laya verhaal, Thomas Mikvoer zijn mee ook toe. Draagt u die voor, appt u mij de namen, de nummers, de informatie. Dan geven wij ook die Orubalmans een platform om hun verhaal met Suriname te delen. Ik doe het graag, Drico. Bij deze doe ik het graag. En ik ga afsluiten. En ik groet ieder. De mensen hebben het gehoord. Dit mag er niet. Dit is zeker is maar laf ook een bepaalde Tori. Maar daar gaat het ook allemaal om natuurlijk. Lekker luchtig. Maar alle feiten op een rijtje zetten. We zijn er volgende week zondag weer. In de studio van Radio SRS Suriname. Met Orubal Mantori. Een fijne middag voor u. Goedemiddag. 24 uur per dag. De vriendelijke reus. In noord, oost, zuid en west. Simply the best. Nee, keus. Nee, keus is de vriendelijke reus.